We zijn vandaag hier op de Grote Markt en wij gaan hier kaartjes uitdelen voor de promotie van Meer Roels. Evert, hoeveel ga je eruit delen vandaag? Nou, wel lukken, joh. Ik ga de meeste uitgeven, geloof mij. Ik heb de tas vol, kom maar goed hoor. Ja. Hoeveel kaartjes heb je ongeveer? Ja, ik gok zo rond de 400, denk ik. Ik heb veel, maar dat komt wel goed. Oké, we zullen zien. Ja? Nee, komt goed. En John? Ja, nou, wij zijn met z'n drieën, dus ik denk zo'n stuk of 800 of zoiets moeten we wel halen hoor. Ja. Oké, we gaan het zien. Het is helemaal geen ongeluksdag, het is een geluksdag, man. Het is heel gezellig nog steeds, geen ruzie, politie is er, maar niks aan de hand verder. En wij kunnen rustig onze kaartjes. Ik ben benieuwd wat Rosanne en de rest allemaal hebben uitgedeeld. Maar wij hebben heel veel uitgedeeld. We gaan eventjes weer kijken naar mijn cheers. De baas van de cheers. Nog steeds. Gezellig? Ja, heel gezellig. Beetje druk? Ja, valt me 100% mee. Voor wat er op het plein loopt zeker, dus we mogen niet mopperen. Vragen die wij altijd stellen, hè? Vrijdag 13, bent u er bang voor? Nee, ik ben wel bijgelovig, maar ik heb er eigenlijk nooit over nagedacht. Dus alles gaat altijd goed? Nou, alles. Daar moet je vanuit gaan. Hartstikke leuk. Zijn er al dingen gebeurd? Nee, alles loopt perfect. We hebben alles onder controle. Verwacht je nog wat? Helemaal niks? We hebben alles, zou ik zeggen, onder controle en zo blijven we doen. Elke vraag die we over iedereen stellen, vrijdag de 13e. Ja. Bent u er bang voor? Nee. Is het gezellig hier? Heel gezellig. Zitten die tanden wel lekker? Nee. Is het een beetje gezellig hier in het cafeetje? Ja, we komen helemaal uit Bormer. Bormer, vlakbij Amsterdam, komen we helemaal hierheen. Voor de gezelligheid. Ook voor de meisjes? Ja, een vriend van mij die heeft hier een vriendin wonen vandaag. Dus ik zie hoe sexy je kan dansen hier. Ja, ik kan heel sexy dansen. Ik heb nog over